yet. At least say your mic is off again. Woo! Dat jullie er allemaal zijn. Fijne opkomst. Even kijken. Kunnen jullie allemaal, dat is even voor mijn eigen overzicht, zodat ik het even snel naar iedereen kan sturen. In een kanaaltje gaan zitten van de politie Discord spreekkamer. Dan stuur ik jullie allemaal even een bestandje. Dat is een plan van aanpak. We zijn hier bijeen voor een inval die we gaan doen. Daar wordt dan ook een bedrijf wordt opgerold. Gaat hier over GoPostal. Vandaar ook dat ik jullie heb gevraagd om geen dingen mee te nemen. Zoals een telefoon, legitimatie, rijbewijs, noem maar op. Geen dingen waar mensen kunnen achterhalen wie jullie zijn. Eén afspraak die voorop gaat staan. Is dat jullie allemaal, dat niemand zijn naam noemt. Dus je noemt je collega niet met naam, je noemt je collega gewoon collega. Moet je nou een collega hebben van een specifieke afdeling, zeg dan gewoon collega Daisy, collega Noodhulp, collega Recherche. Maar ga geen namen zeggen. Dat is puur voor je eigen veiligheid en die van je collega's. Goed, collega Tom. Ja, dankjewel. Oh, nee, collega Daisy. Dankjewel, Boog. Ik ga jullie allemaal eventjes een berichtje sturen. Huh? Kun je zo meteen onder Daisy? Ja, nee, ik zie je gezicht, dat vind ik helemaal niet fijn. Snap ik. Kut. Kun je een shell nog doen? Ik pak zelf de briefing ook even bij, dan gaan we er even snel doorheen bladeren. Heeft iedereen een voor zich? Ja. Zo, Daphne, gaat lekker? Ja, nee, ik ben aan mijn andere netvlies toe. Zo. Ja, ik heb hem voor me. Top. Goed, nou, wat net al zei, inval GoPostal. We gaan proberen er rond 8 uur, we hebben wat vertraging gehad, onder andere door de aardbeving van zojuist. Dus laten we zeggen dat we om 8 uur hier gaan vertrekken. Eerst even de taak. De taak gaat in ieder geval worden de inval bij GoPostal. Alle aanwezigen die gaan daar worden gearresteerd en die wordt overgebracht hier naartoe. En die kunnen dan worden gehoord door de recherche. Tevens gaat de recherche het pand oprollen. De hele onderneming wordt opgerold. En ondertussen zal de DSI dan ook nog het pand bewaken. De indeling, we hebben 4 man DSI. We hebben meer dan 2 OT's gelukkig. Eén iemand zal in ieder geval de Zulu gaan pakken. En we hebben 4 noodhulp. En de OVJ is aanwezig. Ja, dat zeker. Maar er zijn er meerdere hier. Ja, daarom. Dus is wel handig. Ja, ik zelf ook. Even kijken. De noodhulp die uiteindelijk bij Post Delta komt, en daar gaan we het zo meteen over hebben. Die neemt de grote DJI-bus mee. Waarom? We weten nu hoeveel man we gaan arresteren. We willen ofwel een aantal noodopeenheden waarschijnlijk even houden op locatie. Dus dat niet iedereen weg is en wel iedereen kan worden getransporteerd. Plan van aanpak. En nu moet je heel goed opletten. Je kan het nog even teruglezen. Maar dat in ieder geval alles duidelijk is en iedereen op een lijn zit. De portofoons mogen allemaal naar, naar district 2. Oftewel, dat heet dan nu de ambulance porto. Maar in ieder geval naar district 2. Ik zit zelf ook even te kijken, want ik heb hem op een of andere manier iets afgegaan. Ja, nu zit ik even op. Wat een test. Lijkt in, duidelijk. Wat een test. Ja, kom. We komen daar allemaal tegelijk aangereden. Waarom? Zo kunnen we een verrassingseffect creëren. Zodra alles klaar is, dan geef ik als Daisy, ik ben Daisy 1, actie nu. Dat roep ik dan over de porto en vanaf dat moment is het belangrijk dat iedereen 100% focus heeft, want dan gaat de actie ook daadwerkelijk beginnen. Zo meteen komen we nog even terug op de plattegronden. De DSI die gaat dan via de ingangen A, of Alpha en Charlie gaan ze naar binnen. Als beide bussen waar we in gaan rijden voor de DSI en het OT, als die stilstaan, dan gaan we gelijk uitstappen. Maar wel pas wanneer beide stilstaan. Wacht heel even collega, ik kom zo bij. Dan gaan DSI 1 en 2 die gaan voorop, gevolgd door DSI 3 en 4. En daarna komen OT 1 en 2, die komen achter ons aangelopen. Vanaf het moment dat actie nu is gegeven en de auto's stilstaan, dan gaat ook gelijk de Zulu afzakken naar een lage hoogte. Klinkt een beetje raar, maar in ieder geval een lage hoogte en de Zulu-piloot weet wat ik bedoel.
Zodat de Zulu duidelijk hoorbaar is en ook mensen af kan schrikken. Tom, wil je gaan rollen? Want we zijn nu gezien door een medewerker van Compostel. Oh. Ja. Maar. Oké, iedereen zal snel mogelijk positie gaan innemen. We zijn mogelijk gezien door een medewerker van Compostel. We wachten nog ongeveer 10 seconden totdat iedereen klaar voor is en dan gaan we beginnen. Onbekend op het moment op het rijden. Gaan we? Iedereen gereed? Mooi gevat uit. Positief. Alfa Bravo gereed. Is Noodhulp 3 ook gereed? Ja, gereed. Noodhulp 4 ook? Nee, mooi gevat heet het uit. Negatief. Even kijken of ik een goede locatie stel. Als hij in een stegen staat, dan is het als goed als een goede locatie. Onbekend of er mensen op het object zijn, verwacht het wel en verwacht het ook niet. Gaan we toch? Iedereen gereed? OT in de witte auto, ga jij eerst naar binnen? Ja, correct over. Okay. Ik zie allemaal rare dingen. We gaan beginnen, actie nu. O2-1 gaat. Politie, maak jezelf bekend. Kun jij doorgeven dat binnen clear is, collega? Hier, DC2, binnen is het clear. Is de kans aanwezig dat er binnen 7 minuten ook opgerond is, of is dat een utopie? Ik verstond er net niks van over. Mijn vraag is of het binnen 7 minuten opgerold is. Ja, dit waar zou twee weken naartoe hebben gewerkt? Ga stoppen, man. Dit verdient een appel. Hey, Dodge Charger. Die auto. Snel blijven, handen omhoog. Handen. Op de grond. Knieën. Ook goed. Een van de noodhulp of een busje, kom alsjeblieft deze kant op. Mag ik vragen wat hier aan de hand is? Ik krijg het zo meteen te horen. Oké. Okay. Ik ga boeien. Dat ze niet gaan even bellen. Omdraaien, zit naar de andere kant. Bus over. Positief. We hebben er nog eentje hier. Jongens, ik wil wel dat we zo'n kanaal hebben. Als iemand nu nog een lift moet, kan dat nog met de Audi.
De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. Oh, dat ben jij van bij Johnny. Ik snap hem even niet meer, lama. Nee, ik heb een mooi, ik heb een mooie. Ja, Hekkie. Ja. Hekkie. Hekkie? Ik rijd die bus van naar binnen. Proberen. Je moet vooruit. Je moet vooruit. Lekker pik. Bij de vaartlopers. Ik zal nog even een keertje binnenkijken. Want jij had verder geregeld, of wat? Sorry? Had jij het verder geregeld met de gemeente en shit? Met de? Gemeenten. Nee, maar ik denk dat een van je collega's dat heeft gedaan. En dan, okay. Dan slaan we hier nog even een bijtje. Is goed. Zo, niet in mijn gezicht. Ach, weet je, ja, ik heb sorry. Toch een, ik heb toch dat ding op. Wat wil je precies? Zal ik gewoon even weer bij? Ja. Wij blijven inderdaad buiten, dus je gaat naar binnen. Is goed, let's go. Handen omhoog. Hallo, ja, ik handen, heb niks. Uitstappen. Voor de goede orde, we zitten op het kanaal 2 nog steeds, toch? Uitstappen, handen omhoog. Op je knieën. Even kijken, hoor. Hoe moet dat? Welke spier is dat? Met je X-spier. Oh, zo. Oké, okay, ja, hallo. Mijn collega komt je boeien. Waarom? Ben je hier eentje? Ja, wat is er aan de hand? Oké, het is nog geen tijd voor vragen. Het komt zo meteen, ga ik het allemaal vertellen. Oké. Okay. Huh? Welke kanaal zit er aan de hand, joh? Twee. Okay. Oh, wat doe ik? Oh, dat doe jij. Je wordt geboeid. Mag ik mijn mutje afzetten? Dat kan niet. Maar waarom word ik geboeid? Ga ik je zo meteen. Ik kom net de stad in, joh. Kijk, ik vraag wel even een transportje aan. Wat is hier aan de hand, joh? Hey, zal ik ondertussen de busje checken? Ja, zet hem hier. 1245, ja, dat mag, daar zit niks in. Ik ben even een staatsvier over. Nee, ja, ik kan hem open doen voor je, als je dat wil. 1242 uit. Loop maar mee. Ik denk voordat er iemand, voordat iemand met mijn bus er vandoor gaat. U staat 4, staat genoteerd. Maar wat heb ik fout gedaan als ik vraag, hoor? Dankjewel. We zijn hier bezig momenteel met een actie. Je vergeet die actie. We pakken eigenlijk... Oh, jezus. Ja, ik dacht, ik wilde gewoon een shortcut nemen. Ik kwam er zo langs, maar goed, dat... Komt-ie. 1, 2, hartstikke idee. Even kijken. Daisy 1, geen bericht over.